15 maart aanstaande zijn de waterschapsverkiezingen. Maar wat is een waterschap precies en wat doen ze? Nou, een waterschap is een overheid, net als een gemeente of een provincie. En het verschil met een gemeente is, een gemeente gaat eigenlijk over vrijwel van alles. En wij gaan alleen over het water, maar dan wel over alles van het water. Hè? Van het grondwater, bovenwater. Eigenlijk het enige water waar we niet over gaan is het drinkwater. Denken veel mensen wel. Maar wij moeten ervoor zorgen dat je dit gewoon veilig kunt wonen, werken, recreëren. En zonder het werk van het waterschap kun je niet eens staan. Dus ontzettend belangrijk, aparte overheid. En het is eigenlijk zo belangrijk in Laag Nederland dat al 750 jaar, trots zijn we op, het bestaan dit jaar 750 jaar, men gezegd heeft dat moet ook bij een aparte overheid liggen. Dat we zeker weten dat dit altijd gebeurt. We kunnen ons niet permitteren dat die waterveiligheid, er onderdoor gaat aan alle andere doelen waar een gemeente of een provincie of het Rijk zich mee bezighoudt. Dus aparte overheid voor vrijwel alles wat met water en waterveiligheid te maken heeft. En in de Krimpende Waard, het is een groot gebied, er zijn ook drie waterschappen hier aanwezig. Is dat lastig samenwerken? Nee, het gaat prima. We hebben inderdaad een klein stukje dat is van het Hoogheemschap van Rijnland. En een stukje dat is van het Hoogheemschap van Stichtse Rijnland. Het komt tot de dorpen vroeger. Hè? Die verdeling is historisch anders gegroeid. Ons gebied grenst eigenlijk tussen de rivieren. Hè? De Vlist is de bovenscheiding. En links en rechts de Hollandse IJssel en de Lek. Daarom heet het ook Waard, Krimpende Waard. Dat is een gebied tussen twee grote rivieren wat af en toe kan overstromen. Dat zijn waterstaatkundige grenzen. Maar we werken prima samen. Dus daar waar we elkaar kunnen helpen is het een automatisme dat waterschappen elkaar helpen. Dus we lenen heel erg makkelijk mensen uit aan collega waterschappen. Bijvoorbeeld bij dijkversterkers, wij ze niet nodig hebben en zij graag andersom. En soms verschillen de regelingen iets. Maar ja, per gemeente verschillen de regelingen ook iets. Maar wij zorgen wel dat het feitelijk allemaal heel goed op elkaar afgestemd is. Dus dat geeft geen probleem. De vier belangrijke thema's vanuit het waterschap voor de Krimpende Waard zijn mijn inziens allereerst de waterveiligheid. Dan de waterkwaliteit. De bodemdaling in dit gebied. Ten slotte ook het wegbeheer. Waterveiligheid kun je hier heel goed zien. Hier zie je, we staan hier aan de Hollandse IJssel. En deze IJsseldijk zit op een hele slappe ondergrond. En het stuk tussen Gouderak en Krimpen aan de IJssel. Daar zijn we nu volop aan het studeren hoe we dat nou zo goed mogelijk kunnen versterken. Om het één keer zo te doen, dat we niet een aantal keren moeten terugkomen. Want ontzettend veel woningen, bijna 750 woningen aan, bijna soms in de dijk. En bedrijven, dus die gaan heel veel overlast krijgen als we dat op een niet optimale manier doen. Dus daar werken we heel erg hard aan om ook met de omgeving en met samen van de gemeente ook hoor en Rijkswaterstaat op een hele goede manier deze dijk te versterken. Dat de mensen ook in 2050 hier nog veilig wonen. Want dit water staat een open verbinding met de zee. Dus ontzettend belangrijk dat deze dijk het zeker houdt. Nou, het tweede belangrijk thema hier in de Krimpende Waard is de waterkwaliteit. We staan hier bij de Krimpende Hout, ofwel de surfplas genoemd. Waar vroeger veel problemen waren ook met blauwalg. Heeft ook iets te maken met waterkwaliteit. Hebben we met partners proberen op te lossen. Dat gaat redelijk goed. Maar die waterkwaliteit is een groot thema in de Krimpende Waard. We werken samen met de gemeente aan het ontwikkelen van bijna 23 hectare omzetten van landbouwgebied, veeteeltgebied naar natuur, van Natuurnetwerk Nederland. En daar is die kaderrichtlijn water een van de belangrijke motivatoren achter. In 2027 moeten eigenlijk alle wateren in Nederland voldoen aan normen, Europese normen. Daar is veel voor nodig en dat doen we met elkaar hier, dus daar leveren ook onze bijdrage aan. En niet alleen wij als waterschap, maar ook vanuit bijvoorbeeld de agrarische sector zelf. We hebben een deltaplan agrarisch waterbeheer, waar juist de mensen, de agrariërs, samenwerken. Kijken hoe kunnen we meer naar een wat meer circulaire landbouw komen. En op die manier ook die waterkwaliteit sterk verbeteren. Wat er heel goed van is, dat ze niet alleen naar water kijken, maar ook naar bodem. In samenhang met elkaar. Want het is niet alleen water, bodem, die beïnvloedt elkaar. Dus heel belangrijk hier, waterkwaliteit. Daar doen we veel aan. Bodemdaling is ook een issue wat in de Krimpende Waard volop speelt, waar we als waterschap direct en indirect mee te maken hebben. Met het waterpeil hebben we een zekere invloed op bodemdaling. Er zijn plannen over onderwaterdrainage, WIS-systemen. Landelijk speelt het binnen het programma NPLG, Nationaal Programma Landelijk Gebied. Nou, daar leveren wij ook onze bijdrage aan en gemeenten en sectoren om met elkaar op een goede manier te doen. Dat je ook daadwerkelijk verbeteringen krijgt die daarin spelen. De stikstofproblematiek, CO2, we hebben er allemaal mee te maken.
En tenslotte een laatste thema, ook wel uniek voor de Krimpenerwaard, is het wegbeheer. Dat zit normaal gesproken bij een gemeente. Vrijwel overal in Nederland doen de gemeenten dat. Maar in dit gebied ligt dat wegbeheer nog steeds bij het waterschap. Buiten de provinciale weg, de N210 en de wegen binnen de bebouwde kom, die zijn gewoon bij de gemeente. Maar elders zijn ook al die andere wegen daarbuiten bij de gemeente hier niet. Daar doet het Hoogheemraadschap dat wegbeheer. Het is van oudsher gegroeid, omdat toen de gemeentes te klein, te verdeeld waren om die taak goed te kunnen doen. Maar hij ligt nog steeds bij het Hoogheemraadschap. Dat doen we op een goede manier. Waarom zijn deze verkiezingen belangrijk? Nou, die zijn belangrijk omdat je maar één keer in de vier jaar je stem kunt laten horen. En ik denk juist voor zo'n gebied als de Krimpenerwaard, wat een heel groot gebied is in ons waterschap, maar wel een heel ander gebied dan andere stukken. We hebben ook hele grote glastuinbouwgebieden, Brabantse Galand, Zuidplas. We hebben een heel groot stedelijk gebied in Rotterdam. Krimpenerwaard is een heel ander typisch veenweidegebied. En dat is toch wel belangrijk dat je ook mensen kiest die ook uit deze omgeving komen. Daar moet je niet alleen naar kijken, natuurlijk naar programma's. Maar ik denk ook voor dit gebied wel van belang dat je je stem laat horen, dat je weet wat die speelt, wat belangrijk is en dat inbrengt in zo'n algemeen bestuur. Je moet er gewoon bij zitten en je stem laten horen en nou ja, ook de aandacht vragen voor dingen die hier spelen, waar we wat aan kunnen doen. Het is een groot dilemma bij waterschapverkiezingen, geldt ook voor de provincie overigens hoor. Dat men zegt, ik vind het heel erg belangrijk dat werk, maar ik weet niet op wie ik moet stemmen. Wat zijn nou de verschillen? Nou, we hebben daar als service een stemwijzer gemaakt. Dus je gaat naar www.mijnstem.nl. En je kan ook even naar onze website gaan, daar vind je ook de verwijzingen naar. Daar hebben we geprobeerd vanuit die verkiezingsprogramma's stellingen te bedenken waar die partijen verschillen. En met hen overleg van, nou vul maar zin, waar sta je nou op die meetlat? En niet zozeer dat iemand helemaal voor iets is en tegen het ander. Soms is het een beetje middenin, maar de een neigt wat meer naar deze kant, wat meer naar de andere kant. Nou, dan hebben we een soort graadmeter, kun je het aangeven. Nou, als je dat invult, dan krijg je een heel aardig beeld. In ieder geval zeker een gevoel bij welke partij jij met jouw denken en visie het meeste zit. En natuurlijk kun je natuurlijk je nog verder gaan verdiepen en opvragen, verkiezingsprogramma lezen. Hoe meer tijd je stopt, hoe beter je geïnformeerd werd. Maar je kunt vrij laagdrempelig toch al een indruk krijgen. Hè? Waar staan die partijen ongeveer voor en nou, waar voel ik me dan het meest mee verbonden?